ga ik er eigenlijk gewoon goed op. Dat wil ik jullie eigenlijk laten zien, want ik kan hem aardig meezingen. Dus ik zou zeggen, luister gezellig mee. En toen hadden we weer een goede dag geweest, want Roo heeft wat gevonden. Een hele goede middag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer zondag 10 januari 2021. En het is bijna 1:30 in de middag. Ja. Wat we vandaag gaan doen? Bitter weinig. Maar we nemen jullie wel gewoon gezellig mee. En wat we allemaal gaan doen, ik weet het niet. Wij hebben niks op de planning. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker kijken. Hey, ja, jullie weten dat ik dus last heb van depressiviteit. Maar er is één YouTuber, die heeft een leuk nummer gemaakt. En sinds hij dat heeft gemaakt, ga ik er eigenlijk gewoon goed op. En dat wil ik jullie eigenlijk laten zien, want ik kan hem aardig meezingen. Dus ik zou zeggen, luister gezellig mee. Welkom bij de vlog van Enzo Knol en Stol. Met de maatjes en we maken lol. Maatje! Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was een Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show! En lachen ga je sowieso. Ja, ik zeker! 4 uur, ik kom nooit te laat. 4 uur, ik zorg wel dat je op YouTube staat. YouTube! En daar ga ik gewoon goed op. Dus Enzo, dankjewel dat je mij uit die depressiviteit vandaan trekt. Toppie! Even gewoon licht aan. Ja, dat is fijn. Ja. Brrr, koud. Ik ga sowieso een eitje koken. Ik ga sowieso een eitje koken. En er ligt nog brood hier op de kast. Die ga ik lekker smeren. Ja, kom maar. Met sowieso boter en kaas. En dan komt daar dus nog een ei op. En ik wil een noedelsoepje met ei. Ja, lekker. Ja, een beetje bijkomen. Want ik heb het nog steeds koud. Ja, en daar heb ik een kachel voor. Ja, die ik aan kan doen. En nee, ik heb geen centrale verwarming. Nee, die heb ik niet. Lekker puur. Wil je deze dan even schoonmaken, lief? Dan kan ik eventjes zo eventjes eitjes koken. En eventjes... Nee, gewoon eventjes via de afwas. Ja. Nee, gewoon even schoon. Ja, afwasmachine. Nee, en die hebben we niet. Nee. En die wil ik. Nee, nee, en die wil ik ook niet. Ik wil geen vaatwasser. Nee. En dan staat er hier wel één, maar het is niet echt. Nee, doe ik maar niet. Men doet een kast open. Men die pakt een bord. Diegene pakt een lekker broodje. Turks broodje. Hij is lekker, alleen ik heb geen geld om meer te halen. Lekker. Dit is zo lekker brood. Zo lekker. Zo lekker brood is dit. Ja, echt wel. Dan neemt men een grote broodmes. Yes. En men snijdt het broodje open. Lekker. Zo. Nee, dit hoeft dan niet weer gelijk in de onder de kraan of zo. Het is alleen even gesneden. Dan pakt men de koelkast even open. Dan doet men boter pakken. En dan moet ik de kaas hebben. Maar waar heb ik kaas? Kaas. Oh, hier. Kijk, helemaal kaas. Helemaal goed kaas. Mooi. Dan pak je een mes. Ik ben een beetje op en op de lollige toeren, mensen. Let niet op mij. Zo. Dan ga je het broodje besmeren met boter waar je van houdt. Met name de smeerboot. Met name halverine van de Hoogvliet. Ja,
Hoogvliet. Nou ja, het en het kan ook een plaatsnaam zijn, Hoogvliet. Ja. Ja. Deelgemeente. Ja, maar alsnog, het is wel een plaatsnaam, Hoogvliet. Dus... Nee, het is geen plaatsnaam. Jawel. Net en net als Den Haag. En dat is ook een plaatsnaam. Aardewat ook, Groningen ook. Ja, waar ligt Hoogvliet dan? Dat valt bij Rotterdam. Het is een deelgemeente Rotterdam. Ja, nou, dus en. Maar Emma, je woont in Hoogvliet, dus en dus het is een plaatsnaam. Ja, je woont ook in Bezuidenhout, dat is ook geen plaatsnaam. Nee, maar Hoogvliet, dat, en dat is gewoon een plaatsnaam gewoon. Oh, oké. Dan moet je maar eens een keertje goed kijken op Google. Dan moet je maar eens een keertje goed kijken op Google. Wil jij de eitjes erin knallen zometeen voor mij? Oh. Oeh, en Roderick die neemt nog even een lekkere kippensoepje. Ja, lekker. Yummy. Twee voor de noedels. Eén is geen ei. Twee is een half ei. Dus je moet geen drie eieren in doen, want het is nog geen paas. Huh? Hoe zei dat? Eén ei is geen ei. Ja, dit is de kak. Twee ei. Auw! Sorry. Wil jij dan even een beetje die kant op staan? Dankjewel. Niet achter me langs. Niet achter me langs gaan. Nee, ik struikel dus zwart over mijn eigen poot heen. Dus, en, dus ik liet die eieren vallen in het water en ik hoorde tak, tik, weet je wel, dus dat het eigenlijk open zou gaan. Ja. Ik denk, kak, daarom. Ik heb een nieuwe eieren in. Nee hoor. Dat heb ik ook nog wat. Gaat het kapot? Gaat het kapot? Want dat gaat ook kapot in je maag. Nou, niet het veel. Hoop ik toch. Nee. Die is niet lekker. En dan doe ik er zout overheen. Opzouten. Opzouten. Waar heb ik mijn kaas gaf? Ik wil mijn kaasschaaf. Ik wil mijn kaasschaaf. En even graag schoon. Oh, ik wil mijn kaasschaaf. 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 Nou, zo de eitjes zijn lekker aan het koken. Ja, de koken. Kokkerillen, joh. Kijk, en die is dus cadeau. Kijk, schatje. Mop. Deze is dus cadeau. Nee, moet je kijken. Niet in plaats, oké. Okay. Nee, ik wil graag dat je komt kijken. Nee, en er zijn zelfs twee kapot. Hé. Hey. Maar dat hoef je niet allebei te hebben hoor. Ik vind het prima met jou, ik vind het best. Ja, mijn broodje met ei heb ik gedaan. En ik ga lekker bij de bureau zitten, gezellig. En ik ga weer een beetje licht maken. Want het is hier wel een beetje donker. Met alle gordijnen nog dicht. Want er is iemand die niet zo gezellig is en die op de bank gaat zitten. Spelletjes doen. In plaats even vlognummers doen of wat dan ook. Of een vlogje maken. Want ik ga namelijk zo even een vlogje maken. Hier, ja, en ik weet wel dat ik hem net had geroepen. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Dus, ik ga nu lekker even eten. En dan doe ik mijn YouTube even naar beneden. En dan doe ik even zo. Daar naartoe. En dan ga ik eventjes mijn vlog maken. Ja, dat ga ik nu even doen. Dan kip je er wel op, dame. Ik ga jullie koor schoonmaken. Papa die gaat jullie koor schoonmaken. Hé. Hey. Papa gaat jullie koor schoonmaken. Ja. Nieuw. Hè? Dat is nieuw. Hoezo? Dat is toch nieuw? Hoezo? Dat doe jij altijd. Ja, maar nou niet. Ik ben met de nummertjes bezig. Allemaal. Hè? Doe allemaal wat. Wil jij dan met de nummertjes doorgaan dan? Dat is prima. Als jij wil. Nou, het is niet wat ik wil. Nou, wil je dat niet dan? Nee, het nou, is niet. Wil je niet dat ik met die nummertjes doorga? Mag wel. Nou, maar wat wil je? 100 euro, ja dat wil ik ook wel. Ja, en ik wil ook wel de en de 1000. Dat mag, je gaat hard werken. Toch wel. Het ziet er eigenlijk goed uit, wist je dat? Is dat zo? Ja. Daar schrik ik niet zo van hoor.
Maar lieve kijkers, even dus een vraag. Moet Ro zijn haar lang laten groeien of juist anders? Of zijn snor een beetje bij de hoekjes weg, zodat je de lippen wat beter kan zien? Laat het even weten onder in de reacties. Nou, Ro en Roos even in de kaviakooi even aan het schoonmaken. Moet je haar zien staan dan? En ik zal Roos wel even helpen. Yes, sir. Jij. Ja. Yeah. Knuffie. Oh. Hi, Knuffie. Ja. Oh, lekker. Dankjewel. Oh, lekker. Dankjewel. Oh, lekker. Je bent lief, hè? Je hebt het lief. Ja, je hebt het lief. Kom hier. Is lekker, hè? Is lekker, hè? Nee, dat is thee. Lust jij niet. Dit lust jij niet. Dat lust ik wel. Ja, dat lust jij niet. Maar dat lust ik wel. Dat is Sippy, lust jij niet. Lust jij niet. Lust jij niet. Hier, ook weer een Sippy, lust jij niet. Lekker ding. Nee, met lief. Kijk eens. Waar komt dan? Hier, Knuffie. Hey. Oeh. Wat lekker dan. Wat is je het? Oh, wauw. Oh, heerlijk. Nou, we zijn dus nog steeds bezig met vlogs benummering. Ja, benummering 23, 24, 24, 25, kijk. Oh, dat wordt gewoon een 5. Ja. Oh, dat wordt een 26. 3, 26. Dus ook dit is werk. Ja. Ja. En dit wordt dan 27. Huh. 27. Ja hoor. 27. En dan wordt dit weer 28. 28. Opslaan. En dan wordt dit weer 29. Ja. En zo gaan we gewoon weer lekker gezellig door. Ja. En dan wordt dit dan weer lekker 30. Jee, 30. En als iemand ook een skeetje hij... Dus ik deze gezellig kan doen. Het zou heel fijn wezen. Ja, ja, ja. Gezellig doen. Nee, jij moet. Chips gesmaakt? Daar nee. Heel veel over. Nu is het ineens een pakje bijna leeg. Nou, nee hoor. Bakje bijna leeg? Ja, kappen. Dat is dus wat ik bedoel. Gezellig doen alsjeblieft. Ja. Nee. Gezellig doen alsjeblieft. Ja, zo. Rauw, gezelliger. 3, 3, 2. Ook zo gaat het hier in huis. En nee. Hij durft echt wel even voor zichzelf op te komen hoor. Wil je nog een bakje thee dan? 3, 3, 2, 3, 3. En dat wordt geen 4, maar dat wordt een 3. Dan wordt dit geen 3, 3, 5, maar 3, 3, 4. Ja, precies dat. Dus daar gaan we nog even lekker mee door. Ja, lekker thee. Lekker. Als ik mijn thee op heb. Ja, dan is goed. Lieve schat. Zou je misschien even hier willen komen? Want ik ga niet communiceren. Via een gang en met eigenlijk een deur ertussen. Ik zeg alleen, van als je melk wil hebben,
De Jumbo die gaat om 7 uur dicht. Oh, nou dan ga ik wel even naar de Hoogvliet. Nee, luister. Nee, het is nu 5:30. Het is om 7 uur. Gaat het dicht. Ik denk dat dit 6:30 is. Nee, het is 6:30. Ja, maar ik denk. Nee, luister heel even naar wat ik wil zeggen. Ja? Ik zeg gewoon tegen jou van als jij naar melk wil hebben, dan. Want om 7. Ik zeg gewoon tegen jou zo. Nou ben ik het kwijt omdat jij er doorheen ging. Ik zei van lieve schat, als jij nog melk wil hebben, de Jumbo gaat om 7 uur dicht. Ja. Ik zeg het alleen omdat het zondag is. Mm-hmm. De andere Jumbo in Voorburg, die gaat om 8 uur, 9 uur gewoon dicht. Mm-hmm. Ja? En dan zeg jij, nou dan ga ik wel even naar de Hoogvliet. Oké, je weet dat ik er in principe, vooral nu met de coronatijd, wat ik nooit wil zeggen, het liefst even er elke dag even uit wil. Dus, ja. En dan in één keer van, ik denk, ja fijn, weet je, ik ga dan wel even, oké, hallo. Even snel nagaan. Nee, maar dan kun je ook eerst even kijken op je horloge, want ja, daarom heb jij een horloge om je. Ja. Want ik kijk ook op mijn horloge. Ja. Daarom dat ik het ook zeg van, oh ja, het is zondag. Dus als jij nog melk wil hebben bij de Jumbo vandaan, dan 7 uur, dan gaat het dicht. Mm-hmm. Ja. En dan krijg ik in één keer, nou, dan ga ik wel even alleen, hallo? Nee, ik ga weer naar de Hoogvliet, even melk halen. Ja, maar bij deze Hoogvliet hier op de hoek, dan, ja. En dan ga ik toch niet naar binnen. Nee, dat hoeft toch niet. Daarom ga ik even naar de Hoogvliet hier, om melk te halen. En als we daarna naar de Jumbo gaan, dat maakt niet uit. Dan heb ik vast mijn melk. Maar als jij graag mee wil naar de Jumbo, kunnen we misschien zo meteen wel gaan. Ja. Dan kan ik bij de Jumbo melk halen, dat scheelt weer. Ja. Dan kom ik niet naar de Hoogvliet. Nee. Maar als we dan even deze eventjes afmaken tot 400 samen. Ja. En dan naar de winkels, heel graag. Doen we dat. Mooi. Kijk, zo. Gaan we gewoon goed overleggen. Ook zo kan het gaan. Ja. Dus ook, we hebben niet altijd ruzie. Alleen gewoon een meningsverschil. Ja, dat moet kunnen. Ja, ik ben goed gemist. Ja, jij wel. Ik alleen ik niet. Maar ik ga gewoon even zo meteen even Enzo Knol even kijken. Dat kleine lekker stukje muziek. Ja, dan ben ik gewoon weer vrolijk. Hoop ik toch. Nou, Roderick die zit hier. Goed gemutst. Ja. Lekker warm. Lekker warm. Bedankt. En hier heeft hij een toetsenbord. Ja. Hele mooie toetsenbord. Mooie zwarte. En van mijn vader nog gekregen, voor mijn verjaardag. Niet vorig jaar, maar toen die jaar. Ja. En dan hebben we hier een heel mooi beeldscherm. Ja, welke moesten we hebben? 45. Deze, kijk. En dan ga ik 3, 4, 5. Dan ga ik daar naartoe. Dus we kunnen wel goed samenwerken hoor. Heel goed zelfs. Ga ik weer even naar boven toe. Maak weer even naar boven toe. Uh, 51, schat. Kijk maar, 50. Nee, dat is helemaal niet zo. Ietsje op de zaken vooruit. Kan gebeuren, kijk. En dit klopt niet helemaal, hè. 3,71 en 3,51. Nee. Dat is dan 3,52. Kijk, en deze klopt dan ook niet meer. 3, 5, 3. Dus zo doen we dat met samenwerken. Dus we kunnen dat wel. Dus we gaan even door. Oké, ik zet jullie even hier neer. Hoe zei je dat? Compilatie. Even niet zo snel, even duidelijk. Compilatie. Nee, even duidelijk voor de mensen ook. Compilatie. Een compilatie? Nee, ik wil niet. Een communicatie. Niet doen. Nee, even. Kom. Ja. Pie. Compilatie. Ja, helemaal goed. In één keer goed. Kom.
Een compilatie. Dat is hetzelfde. Pi-latie. En 10. Dus kom. Ja, kom. Nee, even niet nog. Een compilatie. Ja, in één keer goed. Een compilatie. Compilatie. Oké. Opgeschreven. Complimenten. Complicatie. En compilatie. Compilatie, oké. Een compilatie, ja. Nou, ik heb dus daar moeite mee om dat te zeggen. Ja, dat is niet handig. En de hotten tot een tenten tentoonstelling. Ja, precies. Nee, ook niet. Super califragilistic, echt zo door. En de kattenkrat. De kat die kattenkrat had. Ja, precies, dat ja. En Nelly plaatste op de parterre trap een pot staalpillen. Ja, dat is mooi. Hij zat achteruit leest, ik heb iets trouwens. Ja, dat is mooi, prima. En toen hadden we weer een goede dag geweest, want Ro, die heeft wat gevonden. Op en op een parkeerplaats. Hoe dan? Wat en wat moet dat dan weer? Ik weet het niet hoor, maar het zal. Nou, maar dat brengen we dus nu eventjes weer naar de servicebalie. En het is nu zondag 10 januari en nog staat er een kerstboom. En een het. En de kerstverlichting hangt ook nog. Ja. En dan is het alweer zondag 10 januari. Wauw, leuk. Zo, en wat ging er zo meteen fout? Dat? En dat wil ik zo meteen zeggen. Maar kijk, we hebben allebei de tas vast. Jee. Maar wat ging er nou fout? Nou, we hebben dus mijn product uit de 70% bak gehaald. Ja. Leverworst. Ja. Maar daar was de originele barcode niet afgeplakt. Dus de vrouw bij de kassa scant dat ding gewoon. Alsof ja. Het 1,80 was of zo. 1,79, ja? Ja, 1,80. Ja? Maar het is een euro. Ja? Ik denk, dat klopt niet. Nee. Oké, precies. Ja? Bij de kassa. Denk maar, ja. Dat klopt niet. Aha, klopt, inderdaad. En we nemen altijd wat bloemkool. Ja? Afval. Afval, inderdaad. Het inderdaad, wat jullie dus horen, inderdaad. Afval. Joehoe! Afval dus. Ja, en dan rekenen ze gewoon een bloemkool voor. Nou, ik heb geen bloemkool gekocht. Nee. Als jij lekker dat groen van die bloemkool wil hebben, dan prima. Maar ik hoef het niet. Nee. Dus ja. Nee. Ze heeft bijna zijn sparing geweest. En we hebben netjes het geld weer terug. Ja, toch? Heel goed. Dat dacht ik ook. Ja, lieve allemaal. Wij gaan lekker de vlog afsluiten. Een keertje samen. Een keertje leuk. Dus vond je deze vlog nou leuk? Wat moeten ze allemaal doen, schat? Nou, duimpje omhoog en zo. Abonneren, belletje aan en een reactie achterlaten. Ja, en waar kunnen ze dat doen? In welk hoekje? Nou, voor mij dit hoekje hier. Dat ja. Hoekje en dat hoekje. Ja, precies. Helemaal. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, doe het belletje aan en doe het duimpje omhoog. En dan zien jullie ons morgen, of mij zeker, bij een gloednieuwe vlog. Dus een dikke toet op jullie snuit en tot morgen. Doei!